In deze video gaan we kijken naar ETF's. We behandelen een beetje de basis van ETF's, dus wat zijn ETF's? Welke voordelen hebben ze en welke kenmerken hebben ze? We sluiten de video af met drie voorbeelden van ETF's waarin ik of al geïnvesteerd heb of interesse heb om geld in te gaan beleggen. En op deze manier hoop ik behalve algemene informatie te geven ook een beetje te laten zien waarom dit product de laatste jaren of de laatste 20 jaar zo populair is geworden en of het ook voor jou een goede manier is om geld te investeren. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van PassiefInkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, abonneer dan op het kanaal. En in deze video gaan we dus kijken naar ETF's. Nou, wat is nou een ETF? ETF staat voor Exchange Traded Fund. En dat houdt in dat het in principe een fonds is wat op de beurs verhandeld wordt. Nou, wat is dit fonds nou? Een ETF is een beleggingsfonds dat het doel heeft om hetzelfde resultaat te halen als de index die die volgt. Dit kan bijvoorbeeld de AEX zijn in Amsterdam. Kan ook de DEX zijn in Duitsland. Of bijvoorbeeld de SP 500 in Amerika. Maakt op zich niet uit. Voor elk van deze indexen is vaak wel een een ETF beschikbaar en ook binnen ETF's heb je verschillende aanbieders. Vanguard is een heel erg grote, maar je hebt ook iShares en noem het allemaal maar op. Maar een ETF heeft dus het doel om deze index te volgen en dus in principe niet te verslaan of het minder slecht te doen, maar juist gewoon te volgen en de resultaten die deze index haalt, die haalt de ETF dan ook. Dit is natuurlijk heel erg interessant omdat je op deze manier een in principe één aandeel, één ETF kunt kopen die de hele beurs volgt, en op die manier heb je al direct spreiding. Want met één ETF zou je je geld dus kunnen spreiden over bijvoorbeeld de AEX, over alle bedrijven op de AEX. En dat is dus het eerste voordeel van een ETF dat je direct als spreiding hebt. Later doen we nog meer voordelen, maar we gaan het ook kijken van um, wat is nou het verschil tussen een beleggingsfonds en een ETF dan bijvoorbeeld. Het grootste verschil is dat bij beleggingsfondsen deze vaak actief beheerd worden, dus beheerd beleggen. En dat wil zeggen dat er een team of misschien één manager of misschien meerdere mensen bezig zijn om uh, ja, dingen te veranderen, meer aandelen van het ene te kopen of juist als het minder gaat uh, dingen te verkopen. En dus zie je dat er heel veel transacties plaatsvinden. Mensen houden alles in de gaten. Op basis daarvan. Um, gaan zij handelen? Bij een ETF wordt vaak juist automatisch gehandeld. Dat wil zeggen dat de computer juist alle transacties regelt. En in principe doet een computer uh, alleen op bepaalde momenten transacties, in ieder geval veel minder transacties dan bij een beheerde fonds, bij een beleggingsfonds. Uh, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat wanneer er een bedrijf bijkomt in de index, dat, het bedrijf, dat de ETF dan aandelen van dat bedrijf koopt, of wanneer er een bedrijf wegvalt, dat hij ze verkoopt. Maar het kan ook zijn dat wanneer er nieuw geld binnen deze ETF wordt geïnvesteerd, dat hij dan aandelen pas koopt, maar altijd volgens de verdeling van de index die die volgt. Het voordeel hiervan is dat je bij minder transacties ook minder transactiekosten hebt, waardoor dus de kosten van het product van de ETF lager kunnen zijn dan bij beheer beleggen. Maar ook bij beheer beleggen heb je dus één of meerdere managers die zo'n fonds beheren. Ook die willen betaald worden, die willen winst maken. Dus ook die kosten moet je normaal betalen en die heb je bij een ETF dus niet, want daar doet een computer al het werk. Dus op die manier kun je de kosten laag houden. Dan kun je er natuurlijk voor kiezen om beheer te gaan beleggen, omdat dat fonds die managers. Beter in de markt zitten, misschien. en meer rendement halen. Nou, dat is misschien op de korte termijn zo. maar op lange termijn blijkt dat niet zo te zijn. Uh, als je gaat kijken naar een periode van 15 jaar. dan zul je zien dat 95% van managers, fondsbeheerders. Uh, niet de index kunnen verslaan. Dus ze doen het of even goed of slechter dan de index. En dan moet je gaan kijken naar, je betaalt er in principe meer voor. Want zoals gezegd, de kosten zijn hoger omdat ook zij willen een salaris ontvangen. Uh, en geld verdienen. Uh, dus je betaalt meer terwijl je op de lange termijn in ieder geval zeker niet beter rendement haalt. Ja, die kans dat je bij die 5% hoort, die zou kunnen. Maar het ga er maar vanuit dat je bij eerder bij die 95% hoort. Dat jij een fonds uitkiest. Dat zeker niet beter doet dan de index. Dus op die manier kun je beter direct kiezen voor een index. Zeker als je voor de lange termijn investeert. Omdat je dan toch. Um, de index wordt vaak niet verslagen. En wat je zeker weet bij ETF's. Is dat de kosten in ieder geval lager zijn. Dan bij beheerd beleggen. Er zijn drie voordelen in principe aan ETF's. Ten opzichte van andere beleggingsproducten. En we hebben er eigenlijk al twee van benoemd. De eerste waren de lage kosten. Juist omdat er uh, automatisch gehandeld wordt door computers. En juist niet zoveel gehandeld wordt wordt vaak als bij uh, beheerbeleggen bijvoorbeeld kunnen de kosten laag gehouden worden waardoor ook het product uh, ja, in principe goedkoop verkocht kan worden bij vanguard zie je ooit percentages namelijk van 0,07% per jaar wat aan kosten in rekening wordt gebracht uh, maar hou het over het algemeen bij etfs Onder de 1%, terwijl je vaak bij beheerbeleggen richting de 2% gaat, tussen de 1 en 2%. Dus je kunt op de helft van de kosten zeker besparen al. Kijken we nou bijvoorbeeld naar de Giro: koop je daar je ETF's? Dan heeft de Giro een kernselectie: dat zijn een grote. Hoeveelheid aandelen die je in principe kunt kopen, één keer in de maand met één transactie zonder daar kosten voor te betalen. Dus op die manier heb je ook nog niet eens de kosten als je het aandeel zelf koopt. Je hebt natuurlijk wel de jaarlijkse kosten als het aandeel eenmaal in bezit is, maar om het aan te kopen of om het te verkopen, brengt de Giro geen kosten in berekening. Nou, ik ga hier later nog een video over maken over deze kernselectie. Dus mocht je daar meer over willen zien en deze video zeker niet willen missen, abonneer dan even op het kanaal. En een tweede voordeel van ETF's is zoals gezegd de spreiding. Aangezien een ETF dus een index dit kan zijn de Nederlandse beurs, dit kan zijn de Duitse beurs of Amerikaanse beurs. kan ook wereldwijd zijn uh, je ETF's uh, die verschillende beurzen volgen. Daar laat ik straks nog een voorbeeld van zien. Maar op die manier al volg je alleen de Nederlandse beurs. Dan heb je in ieder geval spreiding binnen die beurs. Natuurlijk is, is het dan land wel dat je alleen van dat land volgt. Dus doet dat land het goed, dan gaat de beurs ook goed. Maar binnen die beurs zitten natuurlijk ook verschillende bedrijven. Denk hierbij aan Nederland bijvoorbeeld. Zit Heineken, uh, Philips. Uh, dat zijn bedrijven, de ene is in de drank actief, de andere is tegenwoordig vaak in licht- of uh, medische dingen actief. Maar er zitten ook bouwbedrijven tussen of banken. Dus binnen die sectoren heb je eigenlijk al uh, verschillende sectoren in één aandeel zitten. Dus heb je een ja, een ruime spreiding zou ik zeggen. En het derde voordeel van ETF's is de betrouwbaarheid. Je weet dat uh, de beurs op lange termijn eigenlijk altijd stijgt. En op deze manier kun je ervoor zorgen dat je dus een beetje een soort van gegarandeerde rendement kunt halen. Op het moment dat je namelijk een ETF koopt, dan weet je dat deze de index gaat volgen. En op het moment dat je namelijk een los aandeel zou kopen, en je zou bijvoorbeeld, uh, ik heb Tesla aandelen, laten we dat maar weer als voorbeeld nemen. Eén dag gaat het heel goed. Gaat er 20 euro per aandeel bij? Volgende dag kan het zomaar slecht nieuws zijn. Gaat het heel erg slecht met het aandeel? Het zou ook zomaar kunnen zijn dat Tesla over een jaar niet meer bestaat. Nou, dan als je dan dat geld wat je normaal in Tesla zou steken in een ETF steekt over de hele index, dan is het. Uh, natuurlijk kan er een bedrijf als Tesla, die toevallig nog niet in de index zit, maar stel hij had erin zitten, gezeten, kan er dan uitgaan, maar er komt een ander bedrijf voor terug. Dus dan wordt je risico van dat ene bedrijf waar het slecht mee gaat opgevangen door de, ja, de bedrijven die het goed doen. Daar heb je dus eigenlijk weer die spreiding waar we het over hadden. En op deze manier is het eigenlijk best wel een betrouwbaar product. Ten eerste omdat de aanbieders hiervan een heel erg betrouwbaar product aanbieden en grote aanbieders zijn met de lage kosten. En dus een beetje een gegarandeerd rendement kun je behalen op lange termijn, zeg maar zeker. Procent, ongeveer zou we zeggen, en op die manier heb je ook nog een betrouwbaar product. Aangezien dit dus de gehele index, volgt heb je niet managers die op korte termijn denken, maar uh, die dan denken aan hun eigen winst. Want stel, wij maken dit jaar zoveel winst, dan krijg ik een bonus, um, of verkeerde beslissingen nemen. Nee, dit wordt gewoon door de hele index te volgen. Uh, een computer heeft geen emotie, daar ook iets wat meespeelt, hij koopt gewoon aan wat. Ja, wat de markt eigenlijk is, wat de index aanbiedt. En dat zijn dan eigenlijk de drie voordelen van een ETF. Laten we dan drie voorbeelden juist gaan kiezen van een ETF. Zodat we een beetje een inzicht kunnen krijgen van verschillende ETF's. En binnen deze ETF's wat we dan aan kenmerken kunnen hebben, bijvoorbeeld. Nou, eentje die ik vaak bespreek. En die ik zelf ook in bezit heb, is de ETF van Vanguard voor de SP 500. Dit zijn de 500 grootste bedrijven van Amerika. En deze is bekend onder het symbool VUSA. Deze ETF volgt dus de SP 500, de index van de Amerikaanse beurs, een van de Amerikaanse beurzen. En de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn die 0,07% per jaar die ik eerder had besproken. Een andere bekende ETF van Vanguard is de All World ETF met het uh, tickersymbool VWRL. En deze is dan de laatste tijd in Nederland heel erg bekend en populair geworden. Juist omdat um, door de nieuwe regelgeving moet er een, ja, een Nederlands uh, prospectus in principe zijn. En dat is van dit fonds wel aanwezig, terwijl van andere fondsen van Vanguard ooit niet. Nou, deze heeft dan wel een 0,25% kosten per jaar die in rekening worden gebracht. Maar dit fonds is dus niet alleen op de Amerikaanse beurs, bijvoorbeeld gericht. Maar zoals de naam al zegt, wereldwijd. In totaal belegt dit fonds dan in 2900 bedrijven over 47 verschillende landen. Dus die spreiding die je hebt is niet meer alleen op de Amerikaanse markt. maar die is dus over de hele wereld. Al is de Amerikaanse markt nog steeds 60% van, deze, van dit fonds eigenlijk. En deze ETF zorgt dus voor een wereldwijde spreiding van je geld. Terwijl er ook nog de kosten relatief laag zijn, 0,25% per jaar is zeker lager dan de meeste beheerbeleggenfondsen die vaak bij een procent per jaar beginnen. Dus ook dat is weer een goede keuze om voor een Vanguard ETF te gaan, die bijvoorbeeld uh, dus niet op een specifieke beurs is gericht, maar juist wereldwijd. Nou hoeven ETF's niet alleen bepaalde beurs of indexen te volgen. Het kan ook zo zijn dat een ETF gewoon zelf een selectie maakt, een aanbieder van een ETF een selectie maakt. Dit kan bijvoorbeeld zijn um, de Alternative Harvest ETF, die dus juist wietproducten uh, of producenten uh, bij elkaar voegt, zodat je binnen die sector spreiding hebt. Een investeringsmaatschappij waar ik de laatste tijd naar zit te kijken is ARK Invest. Dit is een grote investeerder in Tesla en daardoor is hij op mijn radar gekomen. Uh, niet zozeer vanwege Tesla, maar juist vanwege de ETF's die zij aanbieden. Ze hebben namelijk vijf ETF's die best wel bekend zijn en waar zij geloven in Ja, in principe... Doen zij alleen in innovatie in investeren voor de toekomst, voor de korte toekomst, zeg maar de komende 5 tot 10 jaar. Kijken we bijvoorbeeld naar een van hun ETF's, naar de Arc Innovation ETF met tickersymbool ARKK. Dan zul je zien dat zij wel een iets hoger kostenpercentage hebben van 0,75 per jaar. Dit is omdat het niet meer zozeer alles automatisch wordt gedaan, maar zij natuurlijk iets meer personeel nodig hebben aan managers van dit fonds omdat ze af en toe bedrijven bijkopen of verkopen bijvoorbeeld. Maar ze hebben op dit moment 1,1 miljard euro in dit fonds zitten wat ze verdelen over zeg maar tussen de 35 en 55 bedrijven waar ze in geloven. Bekende bedrijven waar dit fonds op dit moment in belegd heeft zijn bijvoorbeeld Tesla, Nvidia, Twitter, Square, dat zijn de betalingsdingen, Baidu, dat is de Chinese zoekmachine, Netflix en Spotify. En dit is dan één van hun ETF's die dus eigenlijk voor innovatie gericht is voor de komende jaren. Zij bieden nog meer ETF's aan. Denk je bijvoorbeeld aan ETF's die zich richten op, juist op DNA, op fintech, op de innovatie in de industrie of op het internet. En zo zijn er vele aanbieders van ETF's. Nou heb ik bijvoorbeeld Vanguard en ARK Invest genoemd. Maar er zijn nog veel meer en veel grotere aanbieders dan, uh, ja, misschien niet als Vanguard, dat is waarschijnlijk al de grootste, dat is ook de grondlegger van ETF. Uh, maar er zijn veel meer aanbieders. Die kun je ook gaan kijken voor bijvoorbeeld bij de Giro. Doe eens onderzoek naar. Maar misschien heb je ook uh, goede adviezen voor de kijkers of voor andere mensen. Dus laat dat in ieder geval weten onder de video. waarom jij ETF's hebt. en welke ETF's jij misschien hebt. of waar je naar zit te kijken. Maar al met al kun je dan zeggen dat ETF's vaak een goede keuze zijn. in ieder geval om te gaan beginnen. Dat je je geld op die manier. Uh, eigenlijk wat je erin stopt. Ten eerste heb je een beetje de betrouwbaarheid. Je hebt lage kosten. en je hebt spreiding. Dus je weet dat. Um, zeker als je nog niet zo ervaren bent is het vaak uh, een goede optie, maar ook als je gewoon ervaren bent, zorg dat een groot gedeelte, zeg maar een ETF zit, dan heb je in ieder geval die zekerheid, die lage kosten um, en op lange termijn is dit gewoon een heel erg goede investeringsmogelijkheid om vermogen op te bouwen op de lange termijn. Natuurlijk kun je op een later moment juist losse aandelen gaan kopen als jij in bepaalde bedrijven gelooft. Koop je voor een bepaald bedrag of een bepaald percentage van je vermogen, investeer je in dat bedrijf, waardoor je Misschien iets meer spreiding hebt en iets meer risico loopt en iets meer rendement kunt maken. Maar zorg gewoon dat een groot gedeelte, zou ik zeggen, in ETF's blijft zitten. Omdat juist die spreiding en lage kosten ervoor kunnen zorgen dat je op lange termijn gewoon een vermogen op kunt bouwen. En zeker als je op jonge leeftijd begint, zeg maar met 130, 150 euro in de maand op de leeftijd dat je 18 bent, dan ga je als miljonair met pensioen. Dus uh, dat is natuurlijk altijd al mooi en eigenlijk hoef je er niks voor te doen. Het is een soort, een vorm van passief beleggen. Het enige wat je hoeft te doen is maandelijks geld in te leggen om een ETF te kopen en liefst zou je er eigenlijk niet meer naar omkijken. Uh, pas tegen de tijd dat je bijna met pensioen gaat, dan wil je natuurlijk iets uit aandelen halen en iets meer zekerheid opbouwen met obligaties. Maar tot die tijd kun je eigenlijk het beste gewoon geld erin stoppen, omdat je weet de economie groeit en zeker als je zo'n all-world ETF van Vanguard bijvoorbeeld pakt, wereldwijd zal de economie altijd groeien. Er zijn landen die het goed doen, landen die iets minder doen, maar aangezien je weet dat het groeit Kun je eigenlijk altijd ervan uitgaan dat je dus rendement maakt? En het mooiste natuurlijk is dat je gewoon rendement maakt, ook als je er niet naar kijkt. Dus dat maakt het zo makkelijk. En daarmee sluit ik deze video af. Ik hoop dat je het interessant hebt gevonden. Vond je nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef even een duimpje omlaag. Laat ook onder deze video weten waarom je het goed of minder goed vond. Wil je meer praten over aandelen, ETF's, noem het erop, dat kan natuurlijk onder deze video. Het kan ook in onze Discord-chat. Daar zitten inmiddels iets meer dan 10 mensen, waar we regelmatig praten over persoonlijke financiën, investeren en beleggen. Passief inkomen en nog veel meer dingen. Dus kijk ook in de uh, omschrijving onder deze video voor alle links en informatie, bijvoorbeeld naar de Discord-chat. Bij als je nog geen lid van dit kanaal, maar wil je wel meer video's zien zoals deze? Abonneer je dan op het kanaal en dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.